buiten geuren eventueel in de ruimte waar je bent. Ik heb hier nog een wierookje aangestoken. Voor mezelf, voor de sfeer. Heb je dat thuis ook gedaan? Of een geurkaars? Of ruikt het gewoon vertrouwd naar de geur in je eigen omgeving? Vaak merk je die al niet meer zo op. Je hoort verschillende geluiden in huis, van buiten. Je weet dat je er allemaal niets mee hoeft. Dus je merkt het op en je laat het weer gaan. Voel dan om met elke uitademing meer en meer gewicht in je zitpunten zakt. Je bewustzijn in het moment in je lijf brengt. En als het je fijn vindt, als jou dat helpt, dan laat dan ook je wortel vanaf je stuitje helemaal diep in de aarde zakken. Jezelf helemaal goed verankerd. Contact met de aarde, met die moeder aarde energie onder je. En observeer je adem. Voel of je adem al wat meer aan het zakken is. Of dat je je adem nog wat hoger bij je neus, bij je keel, bij je borstgebied gewaar wordt. Of observeer dan of je buik ook zachtjes meedijnt op het ritme van jouw adem. Een soort blaasbalg als je inademt, een bolle buik. En uit, na van de binnen. Inademend een bolle buik. Uit, na van de binnen. In, bolle buik. Uit, na, van naar binnen. En adem zo rustig door, diep naar je buik. En voel je gezicht helemaal zacht en ontspannen worden. Zo'n vertraagde, verdiepte ademhaling. Je gewicht ontspannen, je schouders ontspannen. Keer dan met je aandacht naar je hartgebied, je borstgebied. Stel jezelf dan weer die lotusbloem voor. Zie je zo langzaam vanuit de knop openen. Dan kan je ze aan de voorkant, midden van je borst zien, dus ook aan de achterkant, tussen je schouderbladen. Chakra's als ware een soort trechters, twee kanten op. En voel wat er gebeurt als die bloem zich langzaam helemaal opent en opent, helemaal opent. Die lotusbladeren helemaal naar de kant zijn en het goudgele hart in die lotusbloem zich openbaart. En misschien heb je al een intentie voor jezelf gezet voor 2021. Kun je die herhalen? Misschien ben je er nog niet aan toegekomen. Dus wat nodig? Je kant op. Wat wil je meer inademen? En wat wil je uitademen? Het kan ook hetzelfde zijn. Wat liefdevolle zachtheid naar jezelf, naar anderen. Geduld, plezier, commitment. Wat het is wat in jou opkomt. Adem het helemaal diep in. Misschien zie je een kleur of een symbool erbij of een woord. Misschien heb je er alleen maar een bepaald gevoel bij. Alles is prima. Adem het nog een laatste keer wat dieper in. En weer
weer uit. En met je ogen dicht wrijf je handpalmen dan wat tegen elkaar. Breng je handen voor je hart. Adem diep in voor om. Stiekem bij één iemand lekker meezingen. Dat vond ik wel fijn. Of zet jouw microfoon weer aan. Man. Nou, nu mijn muziek het weer doet. Open rustig je ogen. Vind ik het wel fijn om te kijken of we toch lekker mantra kunnen zingen met elkaar. Ik zal voor de eerlijkheid aan iedereen maar muten. Dan gaan we een andere keer wel eens uitproberen hoe dat is als we met elkaar zingen. Dat is ook wel weer leuk. Dus het lijkt me wel fijn om de moeder de mantra's te doen, hè? De Gayatri van Deva Premal, die zingt er mooi. Spoel ietsje door, want het is een lang intro. Dus voel of je nog lekker zit, want we zitten al een tijdje. Zoals je kramp hebt in je benen of slapende voet, is dat niet lekker. Kijk of je hem iets harder kan zetten. En als je de tekst niet meer weet, dan luister je lekker of je zingt de woordjes mee die je nog wel weet. Savitur mare inium Vargone masiani mani Dio iona rationaia Umuru vasva Savitur mare Pardone,
Nog een laatste keer wat dieper in. En weer uit. Open je rustig je ogen. Strek je benen even lekker uit. Hoef je voeten niet meer slapen, anders doe je even lekker schudden. Om weer een beetje bloedsdoorstroming te krijgen. We gaan beginnen met een butterfly houding. Daarvoor kan je, als je die voeten niet meer slapen, ze weer een beetje naar binnen trekken. En je kunt een beetje variëren. Als je de voeten wat verder brengt, heb je wat meer ruimte om te naar voren te zakken. Je kunt ze ook eventueel juist wel iets dichter naar voren doen. En dan heb je een meer rondere rug. En je kunt je tenen of je enkels vasthouden of je handen ontspannen voor of op je voeten laten rusten. En sluit je ogen. Een keer weer helemaal naar binnen. Met je aandacht naar je ademhaling keren. Terwijl je beide zitbotten voelt. Misschien vind je het fijn om even heen en weer te liggen. Dat je beide botjes goed voelt. Met je hoofd helemaal ontspannen hangen. Zachte deinen van je buik. Parashakti Sundari. Namastasye. Adem rustig in en uit. Begin van het jaar. Misschien fijn om dus stil te staan of stil te zitten in dit geval. Wat wil je loslaten voor dit jaar? Misschien oude pijn die je nog vorig jaar, uit vorig jaar met je meedraagt. Een gramschap of iets waarvan je eigenlijk wel weet dat je daar valse hoop op koestert. Eeuwige wens om af te vallen. Iets waarvan je denkt, nou, dat kan ik wel eens loslaten nu. Aan mezelf gewoon omarmen, accepteren zoals ik ben. Alles erop en eraan. Dus misschien komt er iets anders in je op. Dus wat wil je loslaten? En heel symbolisch. Als je je handen gebald houdt, omdat je iets vasthoudt en je ontspant die handen. En je laat los een gedachte dat je zand in je hand hebt, dan komt er ook ruimte voor iets anders. Iets wat je weer kunt ontvangen. Je
Dus je blijft niet met lege handen achter, maar met ontvangende handen. Dus wat wil je loslaten voor dit jaar? Schouders ontspannen, je schouderbladen naar de zijkanten glijden, ontspannen. Voel de strekking aan de binnenkant van je benen, voor die niermeridianen die daar lopen. Voel de strekking in je rug, langs je rug gaat, voor je blaasmeridianen. Yang, de blaas en de yin. Met elkaar samenwerken, elkaar versterken, stimuleren. Om op te ruimen, om je van energie te voorzien. De nieren staan voor je oerenergie. De blaas staat voor zuivering. Adem zo naar die plekjes toe, die net iets meer aandacht vragen. Elke keer dat je uitademt, nog iets meer kunt toegeven aan die strekking. Of je een kleine glimlach om je lippen kunt houden of kunt brengen als je het zwaar gaat vinden. Adem rustig naar je buik. Nog één keer weer wat dieper in. En weer uit. Gebruik je handen om jezelf weer rustig rechtop te brengen. En zet je die handen wat meer achter je rug. Hang je een beetje naar achter. Je voeten wat voor je zetten. En breng je benen zo rustig van de ene naar de andere kant. Oftewel kun je een beetje wegdraaien van je knieën. Voor een maximale strekking van die onderrug. Dus in naar het midden. En uit. Een beetje ruimte tussen je voeten. Knieën hoeven ook niet per se helemaal naar de grond. Als je voelt dat je weer een beetje geneutraliseerd bent, onrustig omhoog.
helemaal door op je knieën. Gaan we frog pose doen. Dan kan het ook lekker zijn om dwars op je mat te werken. En eventueel nog een deken of een dikke handdoek als je die hebt onder je knieën te brengen. Ik heb zelf eigenlijk altijd de meeste last van de knie in deze pose. Dus kijk dat je het voor jezelf ook aangenaam kunt maken. En één of twee bolsters of kussens wat je thuis hebt voor je kan ook fijn zijn. En dan breng je die knieën naar de buitenkant. En de kunst is om met je heupen boven je knieën te blijven. Dus niet te veel naar achter. Dat is een beetje je escape voor als het te pittig wordt. En ook niet te ver naar voor. Want dan is alle strekking weg. Dan lig ik gewoon, de wijze kan ik hier zo liggen. Dus je probeert die billen, die heupen boven je knieën te houden. En dan breng je je bovenlichaam richting de grond. Want vaak kunnen die knieën dan nog iets meer naar buiten zakken. Dan kun je je enkels naar buiten draaien of ontspannen, wat lekker voelt. En je hoofd eventueel één kant op. Je kunt ook halverwege even wisselen van kant. Voel even als je flinke buste hebt, moet je even uitdokteren dat dat oké ligt. Comfortabel, kunt ontspannen zo. Bovenlichaam, je schouderbladen mogen eigenlijk helemaal ontspannen zijn. De strekking is puur in de binnenkant. Een stukje nieren, wat wil je meenemen? Eventueel leg je je enkels ook nog ter hoogte van je knieën. Als je je strekking wilt opzoeken. Dus laat je lichaam weer wennen aan de nieuwe pose, nieuwe houding. Adem weer rustig en diep naar je buik. Buik ontspannen hangen. Observeer je zo alle plekken waar je contact maakt met de mat, de grond. Daar is een warme, kriebelige vloerbedekking waar je voet op rusten. Ik heb hier wat koude kurk. Laat jezelf zo zakken met elke uitademing. Meer en meer ontspannen. Geef je over. Als je het leuk vindt, kun je jezelf afvragen waar wil ik het komende jaar wat meer aan overgeven. Als je je overgeeft, laat je je weerstand los tegen iets of iemand. Adem jezelf in de overgave. Overgave aan verandering die misschien aankomt. Een verandering waar je voor gekozen hebt als je gaat verhuizen. Misschien ook verandering die je nog niet weet. Verandering is groei. Als je nooit iets verandert, dan groei je niet meer. Dus voel de ontspanning die je ervaart als je je overgeeft. Helemaal overgeeft aan het moment. Jezelf door de weerstand kunt ademen. Als je felle stekende pijn krijgt of je voelt dat het echt genoeg is, kijk dan of je iets naar achter kunt komen met je billen. Nee, nog heel even meer in een white knee child pose. En even rustig door kunt ademen.
Adem nog een keer weer wat dieper in. Zet je handen rustig bij je schouders. En weer uit. Duw jezelf rustig omhoog en neem de tijd. Kan heel stijf van je liezen voelen. En breng je langzaam die benen wat naar elkaar toe. En maak je nog even klein. Een klassieke child's pose. Even die benen ontspannen. Eventueel maak je twee vuisten onder je hoofd. Als je je hoofd niet zo diep wilt laten zakken. Spanning zal wegcijpelen. Release weer een beetje ontspannen. Voel je buik tegen je benen ademen. Heel langzaam plat op je buik. Strek één voor één je benen rustig naar achteren. En kom eventueel weer in de lengte van je mat. Als je dwars was gaan zitten, dat je wel lekker op een mat ligt. Schud je even lekker je bekken, je onderrug heen en weer. En een paar van jullie die hebben zaterdag meegedaan, hè, met de nieuwjaarsles. Voor anderen zal deze even nieuw zijn. Een variant op de Sphinx pose die we gaan doen. Als dat gaat tenminste. Je kunt plat op je buik beginnen. Dan pak je met je rechterhand je rechter enkel of je voet. Zodat je een beetje strekking aan de voorkant op je dijbeen ervaart. Dan kun je plat op je buik blijven liggen. Dat geeft de minste strekking. Als je wat intensiever wil, dan maak je er dus die swingshouding van. Dan kom je met je linkerarm. Linker elleboog onder je schouder. Waardoor je dus ook meer jezelf opricht. Kun je die hand, je voet wat meer in je hand duwen. Het idee is dat je het niet helemaal in je onderrug voelt, maar wat meer halverwege. Kijk of je naar een vast punt kunt kijken. De ogen wil sluiten. Doe een stukje hartmeridiaan mee, hè? Doe je oksel hier op te strekken. Dus kijk of dat gaat. Nogmaals, als het te zwaar is, kom dan plat op je buik en je hoofd op je arm laten rusten. Zachte voor je rug. Neem je met name dat been mee. Doe wat bij jou past, wat goed voelt op dit moment. En altijd op een later moment nog een keer wat intensiever proberen. Het is nooit de houding waarin je zijn, maar altijd de uitnodiging naar je adem toe te keren. Gedachten los te laten. Voel hoe je buik tegen je mat ademt. En ga een beetje de maagmeridiaan mee zo, van het aarde-element en de voorkant van je dijbeen. Fijn vindt, kun je je Ujjayi-ademhaling oppakken. Dus met je tong tegen je gehemelte. Knijp het een beetje samen achter je keel. Alsof je zo'n wolkje op de ramen blaast in de kou. Als je nog voelt wat je doet, kun je je lippen op elkaar doen. En van binnen zo'n ruis maken, als het ruisende geluid van de zee. Ocean breath genoemd. Je verdiept, vertraagt, je adem niet meer.
kalmerend effect op je zenuwstelsel. Heel goed tegen stress en spanningen. Observeer je nog één keer goed hoe het voelt aan deze kant. Je rechtervoet en je rechterhand. Adem nog een keer wat dieper in en uit. En op de uitademing laat je die voet los. Helemaal plat naar voren. Als je dat nog niet was, je hoofd kun je op je handen laten rusten of op je mat. En beweeg weer even je heupen, je bekken heen en weer. Als je het lekker vindt, kun je ook een sterren van jezelf maken. Je armen, je benen, je beiden. En laat je even helemaal dragen dan door de grond onder je, door die aarde. Adem een keer diep in door je neus. En uit door je mond. In door je neus. Uit. Nog één keer. In door je neus. En uit. Alle stress, alle spanning, alles wat je los wilt laten. Helemaal van je afglijden, grond in de aarde. Adem dan heel rustig nog een keer weer wat dieper in. En weer uit. En richt jezelf weer rustig op. Breng je benen even weer wat dichter bij elkaar. Dan gaan we die swingsvariant aan de andere kant doen. Dus dan breng je je linkervoet in je linkerhand. En of weer plat op je buik. Kijk ook even hoe het voelt. Hè? Je bent nooit symmetrisch helemaal. Dus misschien had je net meer of minder ruimte. Als het oké voelt, kun je weer je rechter elleboog nu onder je schouder brengen. En ik merk dat het een beetje scheef gaat liggen in deze houding. Dus of je goed kunt voelen dat je beide heupbotten in de mat houdt. Niet helemaal scheef moet liggen. Dan kijk je weer of je een vast punt aan een vast punt wilt kijken. Of dat je je ogen wilt sluiten. Of je tong weer naar je gehemelte voelt. Jij. En adem weer rustig en diep naar je buik. Laat gedachten komen en gaan. Als wolken aan de horizon. Je merkt ze op. Ze drijven weer voorbij.
until the veil of doubt starts to wear. Observeer nog een keer goed hoe het voelt aan deze kant, aan je linkerbeen, linkerarm, yin kant van ons lichaam. Haal nog een keer wat dieper in. En uit, laat je dat linkerbeen rustig ontsnappen. En kom er even plat op je buik. Of je heupen, je billen even wat wilt. En weer schudden. Adem weer diep in door je neus. En uit door je mond. In door je neus. En uit. Als je nou wel eens inhaalt hier in de studio, hoeft dat nu lekker niet. Dus moet je lekker een geluid kan maken. In door je neus. En uit. Laat je even helemaal dragen. Verschil misschien, linker je rechterbeen. Het warmte of kriebels wat nog wegtrekt. Het ene been wat misschien lichter of zwaarder dan het andere voelt. Adem nog een keer wat dieper in door je neus. Laat je uit door je mond. Doe je tenen in de mat, de grond. Breng je handen onder je schouders. En duw jezelf weer rustig op. Maak je weer even klein in child pose. Op een manier die voor jou fijn voelt. Met je vuisten weer op je hoofd op de mat. Even je rug weer een beetje terug laten deugen veren. Schouders ontspannen. Adem je nog een keer wat dieper in. En weer uit. Handen bij je schouders. Duw jezelf rustig en hoog. Draai hem op. Op je rug liggen. Lekker om eerst nog even je knieën naar je borst te trekken. Heen en weer te wiegen. Even die onderrug weer afplatten. Ga een liggende twist om. Breng je heup en been in de hoek van 90 graden. Als het eventueel fijn is, kun je een kussentje of een bolster aan de linkerkant onder je leggen. Of tussen de knieën, kan soms ook lekker zijn. Breng die arm op schouderhoofd langs je. Laat je die benen langzaam naar links zakken. En als je weet dat je niet zoveel voelt in die houding, breng dan je rechterbeen eerst nog even over de linker. En op die manier naar de zijkant met die benen. En kijk dan of je rechter schouderblad ook nog aan de grond is. Wat je hoofd wil. Of je dat in de richting wilt houden van je knieën. Of rechtop. Of helemaal weg wilt draaien. En als je ruimte voelt, kan je rechterarm in een hoek van 90 graden leggen. En weer een beetje die strekking door je oksel mee. Ja, dus zo'n cactusarm. Door de longen en de hart. De dikke darmmeridianen door je oksel en de armen. Hart en de nieren vormen een lange yin-baan door je lichaam. Dus op een bepaalde manier is alles wel verbonden met elkaar. Adem weer rustig naar je buik.
eventueel met je tong tegen je hemelte. Adem naar je onderrug, plek van de nieren, de bijnieren, die stress en andere regelen. En ontspan. Laat los, dek je ogen. Verzacht met elke uitademing meer en meer. Alles helemaal oké is zo. Ja, een van de grootste geschenken van yoga is zo in het moment. Kunnen ervaren dat je oké bent, dat het leven oké is. Je wensen, je verlangens. Spijt, je vroeging, allemaal wegvalt. En je helemaal kunt genieten. Diepe in- en uitademing. Het gevoel van tevredenheid wordt in de yoga santosha genoemd. De ogen valt als een deken die je toebedekt. Dus een rustig adem, voel je met een strekking in je rug, je bil misschien, binnenkant van je been. Voel je weinig, maar observeer de plekken van je lichaam die de grond raken. Blijf in je lijf, dus je merkt dat je wegschiet met je gedachten. Glimlachen naar jezelf, en keer met je aandacht naar je adem. Observeer er nog een keer goed hoe je je voelt in deze houding, aan deze kant. Adem nog een keer wat dieper in. En weer uit. En heel rustig beide benen weer naar beneden. En neem de tijd, een beetje stijf voelen. Als je langer in de houding blijft liggen dan anders. En neem je knieën nog even mee naar je borst. Even lekker zachtjes heen en weer. Die onderrug een beetje te neutraliseren, te masseren. En dan breng je de benen langzaam in de hoek van 90 graden. Kijk er of je de linker om de rechter wil slingeren nu. Dat je eventueel iets tussen je knieën doet. De armen weer op schouderhoogte. Adem diep in.
op een uitademing laat je die benen langzaam naar de rechterkant zakken. Kijk je weer dat je met je linkerschouder plat aan de grond blijft. Eventueel je linkerarm nu. 90 graden. Merk dat me dat zeer doet aan deze kant is. Kijk hoe het is voor jou en forceer jezelf niet. Voel weer welke kant je hoofd op wil. En adem weer rustig en diep naar je buik. Voel dan nog een keer heel goed hoe de houding aan deze kant aanvoelt. Waar je strekking voelt, waar voel je ruimte. Adem nog een keer wat dieper in, ook aan deze kant. En uit, breng je de benen weer langzaam terug naar het midden. Of je de knieën weer even lekker naar je toe wilt trekken. Zachtjes heen en weer wilt wiegen of misschien rondjes wilt draaien. Met je knieën zowel met de klok mee als tegen de klok in. Met een balans. En als je dan het gevoel hebt dat je weer een beetje neutraal ligt, met je voeten dan richting het plafond. Doe nog heel even een happy baby pose. Je kunt langs de buitenkant je voeten pakken of binnendoor. En dan trek je die knieën richting je oksels. En als dat heel onaangenaam voelt, is een variant de voeten naar elkaar en dan wat lager. Of je kunt kijken of je het om en om doet. Zet je één been neer, of je strekt dat been. En dan doe je het één been tegelijk. Dus kijk hoe het voelt. Je kunt eventueel ook een riem van je badjas of een kledingriem om je voeten doen. Dan hou je die aan de zijkant van je voeten vast. Zo, bijna de volle lengte van je ruggengraat in je mat. Je kunt even zo het laatste stukje ook de grond induwen en snel weer ontspant. Met je staartbeentje, je stuitje net weer een beetje omhoog verschijnen. Strek je wat meer naar de achterkant, in de hamstrings, in de
blaasmeridiaan. Nou, als er wat lucht vrijkomt, hoef je daar niet meer druk om te maken, behalve ik dan, jullie horen toch niet. Helemaal vrij, ontspannen in de houding, in de veiligheid, comfort van je eigen huis, eigen plek. Je schouders kunt ontspannen. Probeer zo min mogelijk te trekken aan die voeten. Hang hem even met die armen aan je voeten. De achterkant van je hoofd op de mat. Schouderbladen. Midden en onderste deel van je rug. Je onderlichaam op ontspannen. Voetjes langs je geslacht, je anus, je één been mee begonnen was, dan wissel dan om, neem je andere been mee in de hand. Je bent je lijf, gedachten. Je bent je lijf, je bent samen. Je bent je lijf, je adem. Je bent je lijf. Dankbaarheid voelen voor de plek waar je op dit moment bent. De ruimte en de tijd. Met jezelf te zijn. Yoga betekent in de kern te verbinden. Met jezelf, met je ziel, met je kern. Dat wat jou jou maakt. Adem hier dieper in. En uit, breng de voeten langs naar elkaar. Ontspan je benen wat meer. Dan laat je je voeten los. Dat lekker om je benen even los te schudden richting het plafond. Draai met grote rondjes bij de kant op. En kun je als je gentle wilt houden, op je zij rollen en omhoog komen. Als je iets actiever wilt, schommel je jezelf rechtop. Dan zit je met je benen. Mooi, hè? Het thuis. Met een rolletje maken van een dekentje of een handdoek. Kun je even iets onder je voeten als je het lekker vindt. Dan gaan we de laatste pose doen voordat je nu lekker over ontspannen zo meteen. En dat je de benen wel kunt ontspannen. Maar als je het fijn vindt, nog een beetje recht kun je handen om je enkel doen. En adem je lekker op weg. En op de uitadem met de borstzakken. Voeren met je bovenlichaam. Je kunt dus of die voeten een beetje bij elkaar houden. Of je uit je handen ontspannen. Je buik met je gezicht aan. Zonder bochten lekker hier uitproberen als je als hetzelfde doet, dan moet je het doen. Blijf je net.
laat je je hoofd weer helemaal ontspannen hangen. De zware bovenbal. De strekking langs je nek, langs je rug. En de strekking nog even naar de achterkant van je benen. En dan doe je hersenen als een van de weinigen in twee banen langs je ruggenplaat. Over de billen langs de achterkant van de benen en dan naar de kin. Adem nog een laatste keer weer wat dieper in. De druk van je hakken en je mat op de grond. Adem uit. En rol jezelf weer even langzaam op. En kom dan helemaal lekker plat op je rug liggen. Maak een lekker bedje voor jezelf. Misschien kun je een warme sok aantrekken of nog iets omdoen of aan. Deken over je heen, als je thuis een oogkussentje hebt of een klein handdoekje, om lekker zijn om over je ogen te leggen. Maar licht, voel of je hoofd goed ligt of dat je dan nog wat wilt draaien van links naar rechts. Hetzelfde geldt voor je schouderbladen of je deken. Dus installeer jezelf helemaal lekker optimaal. Dat je voelt dat je kunt ontspannen. Adem een keer wat dieper in door je neus. En dan weer uit door je mond. Helemaal verdiend om lekker los te laten nu, te ontspannen. Adem in door je neus. Uit door je mond. Laatste keer diep in door je neus. Uit door je mond. Helemaal lekker wegzinken met de klanken van de muziek. Geef jezelf permissie om helemaal los te laten. Helemaal te ontspannen. Helemaal zwaar. Je dragen door de zwaartekracht onder je. Volkomen vertrouwen.
adem dan weer wat dieper in. En weer uit. Kom met je aandacht naar je lichaam, op de plek waar je bent. Je kan jezelf rustig weer een beetje wakkerder worden. Door je tenen te bewegen, je vingers. Misschien wil je even helemaal uitstrekken, gapen. Je kunt je knieën weer even naar je borst trekken en zachtjes heen en weer wiegen. Je onderrug weer een beetje veren te masseren. Je handen tegen elkaar wrijven met je warme handen. Je ooglapje of kussentje opzij doen. Even je voorhoofd, je slapen masseren. En draai of rol dan nog even lekker naar je rechterzij. Gun je jezelf rustig weer een beetje wakkerder worden. Breng dan rustig je linkerhand voor je borst en duw jezelf langzaam weer rechtop. Kom nog heel even zitten met je ogen gesloten. Als je het fijn vindt, kun je je geluid even aanzetten. En dan kunnen we met z'n allen nog gedag omen. Als je het prettiger vindt om het uit te laten, dan laat je het uit. Dus sluit je ogen dan nog even. Goed te voelen hoe je je nu voelt. Anders dan in de studio met elkaar, maar toch ook weer verbonden zo, ieder op zijn eigen plek. Ik realiseer me wel eens halverwege dat ik hier alleen zit, maar zo voelt het dus niet. Dus voel wat je met je mee wilt nemen van de les. Diepere rust, diepere stilte in jezelf. Zachtheid naar jezelf, liefde voor jezelf. Kunt die geopende lotusbloem van het begin van de les weer een keer voor de geest halen of voelen. Je intentie of je beeld of je woord nog een keer wat dieper inademen. En weer uit. Wrijf dan nog een keer je handpalmen weer tegen elkaar. Een beetje warmte genereren en breng je handen weer voor je hart, voor je borst. Adem diep in. En een buiging voor jezelf. Bedank jezelf voor de tijd die je aan en met jezelf hebt besteed. En ik dank jullie ook weer heel, heel hartelijk dat we het jaar zo weer gestart zijn met elkaar. En dat jullie ook op deze manier mee willen blijven doen. Hele fijne avond nog. Namaste. Dankjewel. Ja, jullie ook. Goed met geluid zo. Was beter, hè? Ja, de muziek kwam goed over. Oh, wat fijn. Ja. Yeah.